Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 20 oktober van Weerplaza. We hebben vandaag met overwegend veel bewolking te maken en lage drukgebied dat over ons land gaat trekken. Vanochtend ziet het er nog wel aardig uit. In het noordwesten breekt de zon af en toe door, maar in het zuidoosten is het overwegend bewolkt en later in de ochtend kan het soms druilerig zijn. Vanmiddag raakt het overal bewolkt en vooral in de zuidoostelijke provincies is het soms regenachtig. In het noordwesten blijft het nagenoeg droog. De temperatuur loopt vanmiddag uiteen van 12 tot 14 graden. Vanavond is het met name in het zuidoosten soms nog nat, terwijl het op andere plaatsen droog blijft bij 11 graden. Morgen trekken buien, vooral over de noordelijke helft van ons land. In de middag knapt het op en komt de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 16 graden bij een matige zuidelijke wind. Vanaf dinsdag breekt een droge periode aan. Alleen dinsdag kan er nog een enkele bui vallen. Woensdag en donderdag is het vrij zacht, met smiddags 15 tot 19 graden. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.